Als wij willen dat de stad schoner wordt, moeten we hem niet gebruiken als een openbare stortplaats. Ja, want daar lijkt het soms wel op in de stad. Opengebroken vuilnisbakken, zwerfafval op straat en bomvolle containers. Amsterdammers worden gek van de afvalproblematiek. Leden van het AT5-panel geven de stad gemiddeld een 4,6 als het op afval aankomt. Vraag is, wat vindt de wethouder hiervan? Ik erger me er zelf ook enorm aan. Ik denk juist dat het een opdracht is. Kijk, voor mijn gevoel krijgen we met z'n allen een onvoldoende. En dus de gemeente kan het beter doen. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het op straat gooien. Dus daar hebben we echt een gedeelde verantwoordelijkheid in. 2 jaar geleden was het ook al een rommeltje in de stad. Toen kwam de gemeente met een afvaloffensief. Hogere boetes, bewustwordingscampagnes en meer toezichthouders. Maar een meerderheid van de panelleden vindt dat het de afgelopen 2 jaar juist is verslechterd. We zien wel een afname in het aangeboden afval. We zien ook een afname in het aantal meldingen en het aantal klachten. Dus eigenlijk op papier zien we dat het beter zou moeten gaan. Maar het is natuurlijk ook, ja, zodra je het op straat ziet liggen, er hoeft maar 1 iemand iets weg te gooien. En daar irriteer je natuurlijk aan. Er zijn extra maatregelen aangekondigd. De proef met doneringen wordt uitgebreid. Er komen in de zomer 2 extra reinigers per stadsdeel. En kapotte bakken worden vervangen. Kunnen er niet structureel meer containers bij komen? Nou, natuurlijk kijken we steeds naar welke structurele maatregelen we extra kunnen nemen als gemeente. Maar ja, u kunt zich goed voorstellen, we hebben fantastische medewerkers die elke dag met veel trots de stad schoonmaken. En soms als ze met de vrachtwagen voorbij rijden, kijkt ze in een achteruitkijkspiegel en legt iemand alweer iets op straat neer naast de container. Maar ja, gedrag is lastig te veranderen. Panelleden vragen zich daarom af of er niet meer handhaving kan komen. De boetes verhogen hebben we al afgesproken in ons coalitieakkoord. Dus dat is iets wat we al gaan doen. En ook de toezicht en handhaving gaan we intensiveren. Dus het hoeft niet verder uit de hand te lopen. Dit zien we al, dit probleem. En daar gaan we ook op inzetten.